Ja. Kijk even. Volgens mij is dit de allergrootste deur in de game. Volgens mij is het tijd voor de eindbaas in Princess Peach Showtime. Ik ga eens even op deze deur kloppen. Wat een sterke aura achter deze deur. Ik ben een beetje bang, maar samen kunnen we het aan. Ik ben er klaar voor, Peach. Met de sprankelkracht aan onze zijde kan ons niks gebeuren. Kan je me een paar sprankelkristallen geven? Zeker, joh. Ik heb er genoeg. Ik heb er 110. Je mag er best wel 30 hebben. Zegt Peach. Alsjeblieft, Stella, maak die laatste deur voor ons open. Dan gaan we zien wat erachter is. Daar gaan we. Lukt het? Het lukt niet. Oké, waarom gaat hij niet open? Heb je meer kristallen nodig? Oh, kijk. Daar komt de sprongteur ten hulp. Hallo? Oh, daar komen ze allemaal. Lijp. Ja hoor, de bakker, ridder, de, weet ik veel, de ijsschaatser, actieheld. Ja, de detectives, ze zijn er allemaal. Dit is wel cool, dit vind ik heel leuk. Oh, blauwe neus. Nu heb je alleen nog onze sprankteurzielen nodig en de liefde voor dit theater die erin opgesloten zit. We vertrouwen op jullie twee. Oh, lijp. Ja man, daar gaan we. Superpower Peach. Heb ik nu gewoon alle superhelden sprankteurkrachten? Oh, ja, kijk. Volgens mij krijg ik een nieuwe outfit. Volgens mij krijgen we een nieuwe kracht. En wat is dit dan? What? Wat is dit voor superpower? Een mooie... Hey, what? Hoe gaan ze dit noemen? Dit is wel cool. Wow. Oké, een ijskroon? Zijn we nu pas de echte Elsa? Nee, dit is geen ijskroon. Dit is de magische kristallenkroon. Wow, superster Peach. Natuurlijk, alle krachten bij elkaar maken natuurlijk een superster van Peach. Nu hebben we iedereen's kracht. Tijd om te gaan, Peach. Oh, wat lijp. Nou, smijt die deur maar open. Hoppa. Zo, ze doet gewoon even zo. Alsjeblieft, open. En de deur gaat open. Oh, de deur gaat inderdaad open. Ik twijfelde even of die inderdaad open ging. En dan gaan we deze donkere vortex in, denk ik. En daar is Superster Peach. Ze staat in de spotlight. En daar is mevrouw Grape. Ja hoor, daar is ze zuurbruin. Met haar groene ogen. Welkom op mijn prachtige podium. Kijk hoeveel van die gekke oogjes ook op de achtergrond. Ik heb op je gewacht, Peach. Door te stralen en te sprankelen heb je iedereen hoop gegeven. Maar hoeveel belovender hun dromen zijn, des te groter is hun wanhoop zodra ik die dromen in de rook op laat gaan in de meest extravagante tragedie aller tijden. En dat gaat ze waarschijnlijk doen met de ring. Ze heeft hier heel lang op gewacht, zegt ze. Want ze wil haar meester wel voltooien. Maar ze heeft een tegenspeelster nodig en die rol is mij op het lijf geschreven. Licht uit, spot aan, tijd voor tragedie. Alsof ze dit allemaal gepland heeft, gewoon altijd al. Het is showtime! Daar is ze. Ze is er klaar voor, ik ben er ook klaar voor. Ik ben benieuwd dat het een beetje lastig wordt. Of dat het meevalt. Wow, oké, ik mag daar niet in het vuur, lijkt mij. Kan ik schieten? Oh ja, kijk, ik kan schieten. Top. Oh, wacht even. Ik moet natuurlijk op Grape schieten. Oh, en door. Dit gaat goed, dit gaat goed. We maken er helemaal kapot. Lekker hoor. Wat ze vlot. Ja, top. Ze begint... We kunnen ook boven. Dan kunnen we via de bovenkant schieten. Oké, ik moet even door. En hieronder schieten. Ja, cool. En dan blokjes ontwijken. En dan hierboven weer. Draai ik even lekker een beetje mee. Ja, kijk, dan kan ik blijven schieten. Dit is nice. Dan blijf ik boven. Die voor jou. Hartstikke idee. Je hebt niks op mij, hè? Je hebt mij niet één keer geraakt. Maar nu heeft ze betere verdediging, zo te zien. Oké. Mag. Je mag jou beter verdedigen. Fijn dat het nu even hier open is. Ik moet nu wel heel even weg hier zo, met al dat vuur. Kan ik gewoon door blijven schieten? Nou, ik ga hier gewoon door blijven schieten. En dan ga ik nu weg. Ja, nee, dit is te veel vuur. Dit is te veel vuur. Kan wat door? Hier naar beneden? Naar beneden? Ja, cool. Gaat goed. Dit gaat helemaal goed. Wat heeft ze daar? Ze heeft een trein of zo. Ik denk dat ik even zo naar boven moet. Anders krijg ik een trein om mijn bakkes. Ja, dat dacht ik al. Hoppa, en door. Blijft die trein rondjes draaien? Nee, die trein lijkt alweer weg te zijn. De trein lijkt weg te zijn. Nou, mevrouwtje Grape. Ik weet niet, hoe vind je zelf dat het gaat? Eigenlijk. Gaat nog niet zo goed, hè? Hoppa! De tweede fase, tweede ronde. Heb ik ook gewonnen. Lekker hoor. Nu, tijd voor de derde ronde. Ga ik weer even mee. Hier wacht ik heel even. Nu moet ik wel sneller. Ik moet nu sneller zijn. Ja, het is nu even chaos. Het is nu even chaos, jongens. Ik kan er ook even niet zo goed raken nu. Maar dat geeft niet. Nu wel. Wat wil je doen dan? Wat wil je doen dan, mevrouw? Wat is je probleem? Wat is jouw probleem? Heb jij een probleem met mij?
Ik heb ook een probleem met jou, dat merk je wel. Want ik ben je kapot aan het schieten, mevrouwtje. Dit is wel een aardig groot blok trouwens. Moet ik wel even snel weg. Maar dat komt goed. Ik ben haar zo hard aan het raken. Jongen. Heb je het een beetje door, mevrouw Greep, of niet? Besef je wat er gebeurt? Ik ben jou heel hard aan het slopen op dit moment. En jij hebt mij nog geen één keer geraakt. Dat is wat er gaande is op dit moment. Oh, ik ben geraakt. Oké, dat had ik niet moeten zeggen. Potverdorie, toch nog één keer geraakt. Het ging zo goed. Het gaat nog steeds goed. Kijk, er duizelig zijn. 1, 2. Hoppa. Ben je nog steeds duizelig? Je bent heel duizelig, hè? Hier, de derde. Was dat het einde van Grape? Of zal ze nog opstaan? Het lijkt er niet op. Tenzij er een soort van magie zit hier in haar masker. Maar het lijkt er niet op. Het lijkt erop alsof Peach het gefixt heeft. Het is ons gelukt. Bedankt, Peach. Jouw sprankelkracht is echt indrukwekkend. Het theater is gelukkig gered. Laten we snel kijken hoe het met iedereen gaat. Dat lijkt me een goed idee. Maar zie je wel? Ik wist het. Er was wat met dat masker. Ja, er zit toch nog gewoon kracht in, hè? We zijn helemaal nog niet klaar. Kuch. Ze hoest en ze lacht. Ze komt terug, hè. Oh, te vroeg. Veel te vroeg om ons toneelstuk af te sluiten. Het is nog lang geen tijd voor de finale. Peach, jouw sprankelkracht zal worden gedoofd door mijn duister macht. En die tragedie zal zich hier afspelen. Hier, op dit podium. Oké. Ik moet nu vechten tegen een donker masker. Wat is dit? Waar zijn we? Ik ben ook geen superheld meer. Wow. Wat is dit? Het is flink gegroeid, moet ik dan eerlijk toegeven. Hoe kan dat? Hoe kan je ineens zo groot zijn geworden? Wat is er gebeurd? Oh nee, ons mooie theater is verwoest. Als we niks doen om Grape te stoppen, valt straks het doek voor het hele eiland. Ik heb de hulp van de sprankteurs nodig, jongens. Kijk, ik dacht al, hè. Ze zijn hier, hè. We moeten dit met z'n allen doen. Oh, wat is dit? Oh nee, dat zijn niet eens de sprankteurs. Het zijn gewoon de bewoners en de bezoekers en iedereen die hier is die ons kracht geeft. We krijgen sprankelkracht van iedereen die hier is. Dit is wel vet. Ja, dit is wel cool. Heel cool. Dan worden we toch weer superheld nu, denk ik, hoor. Kijk maar eens. Ja. En de kristalkroon. Zeker wel. Daar gaan we. Maar ik ben heel benieuwd wat dit voor bossfight gaat worden. Peach is er klaar voor om tegen Grape op te nemen. Zo, maar die is wel flink. Kom, Peach, tijd om dit af te maken. Let's go. Wow, yo. Daar gaan we. Oké, eerst even kijken. Wat is de besturing? Houd B ingedrukt om aan te vallen. Oké, cool. Zo. Op haar hoofd. Op haar bakkes. Nog een keer. Hoppakee. En moeten we even uitkijken voor die andere hand. Zo, en nog een keer. Slopen dit masker, jongen. Slopen dit masker zo hard. Oké, nu kunnen we even niks doen. Ga even laag, denk ik. Ja, zo, er tussendoor. Nice. We hebben al een barst in het masker weten te brengen. Oké, dit is een... Nu kan ik hier staan, denk ik. Ja, dit ging net goed. Oké, dit is een gekke vortex. Die gaat, denk ik, precies naar waar ik sta. Lekker, Peach. Easy. Helemaal geen moeite hiermee. Oké, wat is dit? Dit is een kruis weer. Dan kan ik vanaf hier, denk ik wel. Nee. Ik moet een klein beetje aan de kant. Maar dit is geen probleem. Ik moet gewoon kijken hoe die handen zijn. En waar dan die ballen naartoe gaan. Zo, ja, easy. Oh, wacht even. Ik moet weg. En nu kan ik... Ja, nu kan ik weer. Hoppakee. Masker is nog verder gesloopt. Lekker dit, zeg. Dit gaat goed. Deze gaan... Wow. Oké, wacht even. Heel even wat. Oké, nu wordt het heftig. Ik denk dat ik nu weer kan schieten. Ja, alles ontweken en schieten die handel. Nice. Oké, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ik moet nu denk ik kijken... Ik moet kijken in wat voor volgorde het gaat. Ja, dit ging even fout. Dit ging fout, maar dat maakt niet uit. Ik heb genoeg hartjes. Hoppa. Ik denk dat ik er nog maar een paar keer moet raken. Die gaat denk ik van boven naar beneden. Ik moet kijken waar. Ik kan nu in het midden staan, ja. En nu kan ik weer schieten. Lekker. Gelijk nog een keer schieten. 2 keer achter elkaar. Oké, dat lukt niet helemaal. Ja, hier kan ik naartoe. En dan hier. En dan daar. En dan zo. En dan zo. En dan ga ik... Ja, ben ik nou alsnog geraakt? Dat vond ik niet eerlijk. Die vond ik niet eerlijk. Maar eens even kijken hoe eerlijk Grape dit vindt. Met een gebroken masker. Ze heeft geen hoofd meer. En volgens mij was dat precies de bedoeling. Is het nu klaar nu het masker ook kapot is? Is dit het einde van Grapey? Oh, daar gaat Peach. Peach gaat voor de aanval. Zo... De vortex in de space in. Lekker! En nog een keer. We doorbreken het kwaad. Dit gaat goed komen. Ik voel me echt een Dragon Ball Z character gewoon nu. Met Peach. Bam! Lekker hoor. Nou, als dit het einde van Grape niet is, dan weet ik het ook niet meer. 1 laatste schreeuw en ze verdwijnt. Alles van Grape verdwijnt. Ook haar hand. Daag. Doei!
Maar zou het theater dan ook weer automatisch gemaakt worden nu? Nu we Grape hebben verslagen. Of kan Peach soort van de tijd terugdraaien? Of helpt gewoon de sprankelkracht? Ja, natuurlijk helpt de sprankelkracht. De sprankelkracht is het enige wat nodig is om dit theater te laten functioneren. Samen met de sprankteurs natuurlijk. Dit gaat helemaal goed komen. Kijk, alle blokjes die gaan weer op zijn plek. Superster Peach, die fixt het wel even. Kijk maar. Wat een prachtig theatertje is het toch, hè? Ja, 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 ja. En toen was ze weer normaal. Alle sprankteurtjes komen er ook weer aan. Welke sprankteur vond jij trouwens het leukst? Laat het even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ik de actieheld uiteindelijk het allerleukste vond. Maar er zijn veel meer leuke sprankteurs langsgekomen. Ze hadden allemaal wel wat. En dat betekent dat we Princess Peach Showtime hebben uitgespeeld. Het doek sluit zich. We hebben weer een Nintendo game uitgespeeld. Ben je benieuwd naar de volgende Nintendo game? Knal duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!